De pro-Palestina-demonstranten op de Radboud Universiteit wilden maandag overnachten in het Erasmusgebouw. Maar uiteindelijk werden ze eruit gezet door de ME. En verder in het nieuws vandaag. Gevaarlijke rotonde in Nijmegen-West heeft nu een officiële naam. En nog 1 week tot de verkiezingen. Weten we al waarom we gaan stemmen? Afgelopen nacht is er een einde gemaakt aan de demonstratie in het Erasmusgebouw aan de Radboud Universiteit. Studenten hielden sinds maandagmiddag de tweede etage van het gebouw bezet, om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Gisteravond bezetten 30 tot 50 studenten de tweede etage van het Erasmusgebouw van de Radboud Universiteit. De studenten waren van plan om te overnachten in het gebouw. Ze eisen dat de universiteit de banden verbreekt met Israëlische instanties. Wij gaan door met druk opvoeren totdat die eisen zijn ingewilligd, totdat banden met medeplichtige universiteiten verbroken zijn. Is het klaar? Er is een genocide gaande. We kunnen niet klaar zijn. We hebben een plicht om te blijven strijden totdat onze universiteit, de instituties waar wij ook waarde aan hechten, niet meer medeplichtig zijn aan die genocide. Dus nee, we kunnen niet stoppen totdat die banden verbroken zijn. Tot het laatste moment was er overleg tussen de studenten en het universiteitsbestuur. Om 11 uur kregen ze het formele verzoek om het pand te verlaten. Toen dat niet gebeurde, greep de mobiele eenheid in. Wij zullen deze barricade verwijderen en dan komen we u ophalen. Als u zelf straks vrijwillig wilt vertrekken, kunt u zo ver bij mensen melden. We gaan 1 voor 1. Jij erbij ook? Niks op. Ik heb de zaal, ten eerste schandelijk dat de universiteit gewapende mensen afstuurt op haar eigen studenten. Verder, kijk, we zitten hier in een situatie waarin we al 8 maanden protesteren tegen die medeplichtigheid en de genocide van de universiteit. Wij kregen daar maar geen gehoor in. De universiteit wil ons steeds niet aanspreken met, inhoudelijk aanspreken op met onze eisen in het achterhoofd. En daarom voelden wij de noodzaak om een vleugel van het Erasmusgebouw te bezetten. De demonstranten werden 1 voor 1 naar beneden gehaald. Enkele hadden zich ook vastgeketend. Rond 12:30 was de ontruiming voltooid. De demonstranten werden toen in een busje afgevoerd naar station Nijmegen-Dukenburg. Niemand is aangehouden. Sinds 1 januari dit jaar geldt er een telefoonverbod op middelbare scholen. Scholieren mogen hun mobiele telefoon niet meer in de les bij zich houden of soms zelfs helemaal niet gebruiken binnen school. Dit alles om de aandacht in de les te bevorderen. De Radboud Universiteit voerde onlangs een onderzoek uit naar de effecten van deze maatregel. Vorige week werden de eerste resultaten gepubliceerd. Volgens het onderzoek zien de meeste leerlingen ook echt voordelen aan het beleid, zoals minder afleiding en meer echt contact. De Radboud Universiteit zag met het onderzoek dat er in het begin bij leerlingen vooral weerstand was over het telefoonverbod. Al zijn er nu ook voordelen uitgekomen. Ouders en leerkrachten zijn eigenlijk het meest positief over het beleid. De leerkrachten zelfs zo positief dat ze eigenlijk vrijwel allemaal met het beleid eens zijn. Maar ouders zijn wel een kleine groep die... graag zo zien dat er een minder streng mobiel beleid is. Bijvoorbeeld dat je wel in de pauze nog een telefoon kan gebruiken. En leerlingen zijn het meest negatief in die zin. Het is niet bekend of er een hele grote verandering heeft plaatsgevonden tijdens het onderzoek met betrekking tot positiever of negatiever worden van de leerlingen. Sommige leerlingen die hadden wel verwacht, bijvoorbeeld het beleid zou misschien kunnen zorgen voor minder afleiding. Niet alle leerlingen hebben dat ook daadwerkelijk zo ervaren. Dus sommigen dachten van, oh... fijn, zijn we misschien minder gefocust in de les. En sommigen zeiden, ja, het zou er wel voor zorgen dat ik minder afgeleid zou moeten zijn. Maar ik merk het nog niet zo echt. Misschien komt het wel omdat ze nog steeds laptops kunnen gebruiken in de les. Of dat er toch leerlingen zijn die nog stiekem proberen om een telefoon mee te nemen. Of er zijn leerlingen die misschien nog gewoon heel goed opletten tijdens de les en daardoor weinig effecten ervaren. Maar dat weten we niet op basis van dit onderzoek. De Radboud Universiteit laat weten van tevoren al gedacht te hebben dat het veel nadelen op zou leveren. Leerlingen laten weten het lastig te vinden dat hun ouders niet te bereiken zijn tijdens schooltijd. Hierdoor kunnen ze bijvoorbeeld niet even snel een afspraak maken met de ortho of afspreken hoe laat ze opgehaald worden door hun ouders. Ook zijn er leerlingen die meer steun kunnen gebruiken en soms hun ouders tussendoor appen, wat door het telefoonverbod nu wegvalt. Ik weet niet zo goed wat daar precies de afspraken zijn die erover gemaakt zijn. Ik weet wel bijvoorbeeld dat ze leerlingen met autisme wel wat extra begeleiding geboden hebben. Bijvoorbeeld om te kijken als zij een ontprikkelmomentje hadden door middel van een telefoon. Ook om te kijken zijn er misschien andere manieren waarop je kan ontprikkelen. Scholen in de regio waren niet bereid om een reactie te geven met betrekking tot het telefoonverbod. Dinsdagochtend is begonnen aan het verwijderen van de godenpijler op het Kelfkensbos in Nijmegen. De scheve pilaar die voor het Valkhofmuseum staat, moet plaatsmaken voor de aanstaande verbouwing van het plein. Ook zal de pijler meteen een opknapbeurt krijgen. De iconische schildpad die bovenop de pijler stond, is enkele weken geleden al verwijderd. Naar verwachting komt de godenpijler in 2026 weer terug op Kelfkensbos. Volgens de bekende ontwerpen zal deze dan wel aan de andere kant van het plein komen te staan, tegenover Hotel Credible. 6 bendeleden die betrokken waren bij een reeks extreem gewelddadige overvallen hebben celstraffen opgelegd gekregen tot 30 jaar. Bij de overvalreeks viel 1 dode en 2 slachtoffers raakten levensgevaarlijk gewond nadat ze met een vuurwapen in hals en borst geschoten werden. Ook is een schadevergoeding van opgeteld €150.000 opgelegd. De hulpdiensten werden in december 2022 opgeroepen toen er een gewapende overval had plaatsgevonden in de buurt van een bedrijventerrein aan de Lageweg in Dreumel. Politie en ambulance kwamen ter plaatse. 1 bewoner raakte gewond en werd ernstig bedreigd. Afgelopen jaar is er bij tennisclub De Leijgraaf in Zetten hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de realisatie van 2 padelbanen. Met de goedkeuring van de gemeente voor de aanleg van deze banen afgelopen december komt er een mooie uitbreiding van het lokale sportaanbod in zicht. De vereniging is blij om behalve tennis nu ook padel aan de huidige leden te kunnen aanbieden. Maar verwacht met de padelbanen ook veel nieuwe leden te kunnen aantrekken. Er zullen padellessen worden aangeboden en op verzoek kunnen er ook clinics worden verzorgd. De oplevering van de padelbanen in Zetten is rond de zomer. Aanstaande zaterdag bestaat de Nijmeegse Moenestraat precies 20 jaar. Het winkelstraatje ligt achter het Vlaams Arsenaal in het verlengde van de Mariekenstraat. Dat is geen toeval. Marieke van Nijmegen is namelijk een fictief meisje uit het middeleeuwse Nijmegen, die achterna werd gezeten door de duivel die Moenen heet. Zaterdag zijn er in de Moenestraat allemaal kortingsacties en andere festiviteiten. En voor de kinderen is er een speciale speurtocht uitgezet. De naamloze rotonde tussen de Marialaan en de Industrieweg in Nijmegen is niet langer naamloos. Rob Essers heeft maanden geleden een naam voorgedragen aan de gemeenteraad en nu is het eindelijk zover. De rotonde heet nu officieel Vredeburgplein, vernoemd naar een historische buitenplaats. En in nagedachtenis is aan het prachtige buitengoed dat hier lag, onthul ik de naam van dit plein dat nog niet al heet. Vredeburgplein. Nou, we hebben zojuist hier het Vredeburgplein gedoopt, de straatnaam onthuld. En dat in nagedachtenis aan de oude buitenplaats Vredeburg, die hier in de 18e en 19e eeuw heeft gelegen. Er stond hier ruim een buitenplaats van mevrouw Splitsmits. Die had 2 stukken, 1 was Ruimzicht en 1 was Vredeburg. De naam Vredeburg is in de loop der jaren zoek geraakt. Niemand wist meer welk deel ermee bedoeld werd. Daarom heeft de rotonde ook nooit deze naam gekregen. Ja, de aanleiding eigenlijk waarom we hier ook staan is dat een inwoner van onze stad, Rob Essers, die ontzettend veel weet van de straatnamen in onze stad en ook al vaker suggesties aan de gemeente heeft gedaan, die heeft eigenlijk bij de gemeente aangeklopt en die zei, ja, is het niet mooi om met die naam Vredeburg aan de slag te gaan? Nou, ik kwam de naam al tegen in 1707. Toen kwam het in een schepenprotocol voor. Toen bestond het al reeds, dus eigenlijk, er staat nu 18e eeuw op, eigenlijk bestond het eind 17e eeuw al. De naam heeft dus een historische waarde. Daarnaast is het ook gewoon praktisch dat de rotonde eindelijk een naam heeft. Als je ongelukken hebt, dan is het handig dat je weet dat het op een bepaalde rotonde is en dat het niet op de Waterstraat of de Marialaan of wat dan ook weet. Want dan weten we namelijk niet waar de ongelukken gebeuren. Dus een naam is altijd goed. De naam Vredeburgplein maakt de historie van de stad net een stukje tastbaarder. De gemeente vindt het heel erg belangrijk dat mensen in de omgeving iets hebben om trots op te zijn als het gaat om hun historie. Maar dan moet je het ook beleefbaar maken. En hoewel we hier natuurlijk niet meteen een landgoed kunnen aanleggen, vind ik het wel heel erg mooi dat we nu door middel van de straatnaam eigenlijk voor iedereen eigenlijk vanaf nu invoelbaar kunnen maken wat hier voor moois hier was. En tot slot kijken we nog even vooruit naar volgende week. Donderdag 6 juni mogen we namelijk weer naar de stembus. En deze keer is dat voor de Europese verkiezingen. Helaas is dat toch een beetje een ondergeschoven kindje wat betreft verkiezingen. Zijn we hier al een beetje van op de hoogte? Zo'n 9 dagen vooraf? 6 juni, wat gaat u doen? Stemmen. En u heeft de keuze al gemaakt? Of, ik denk een groene partij. Nee, geen idee nog. Nee. Ik heb mijn keuze nog niet gemaakt. Ik heb wel gisteren stemwijzer ingevuld. Daar kwam VVD, CDA en BBB uit. Maar ja, ik weet het nog niet echt. Het is nog een beetje kijken en nog een beetje de standpunten goed doorlezen. 6 juni. Is er dan iets speciaals? Ja, de Europese verkiezingen. Oh, de Europese... Oh, ja, voor het parlement. Ja, ik heb me er nog niet in verdiept. Ik heb eigenlijk nog geen idee. Dus dat moet ik nog maar wel even snel gaan doen. Waar baseert u de keuze op? Hoe maakt u die? Ja, omdat ik natuurlijk niet zo blij ben zoals het nu gaat. Dus ja, als we ons kop in het zand blijven steken, dan houdt het ook een keer. Nou, ik heb nog niet mijn keuze definitief gemaakt, maar ik heb wel al een beetje georiënteerd door de stemwijzer en een beetje praten met mijn familie en zo. En hoe belangrijk is Europa voor u eigenlijk? Ja, toch heel belangrijk. Een hoop dingen die je als Nederland niet alleen kan regelen en beter gezamenlijk kan doen. Bijvoorbeeld de veiligheid, defensie, maar of klimaat en dat soort zaken. Ja, Nederland is zo'n klein kutlandje. Wat stel je überhaupt nog voor? Nou ja, eenheid wel. Dat sowieso. Maar om dat allemaal in eenheid te krijgen, dat is wel een kunst natuurlijk. Hè? Ja. En wie dat moet doen, dat durf ik niet te zeggen. Ik wil het wel proberen, maar ik heb weinig kans, denk ik. Je kunt alleen iets presteren als je dat in een grote verband doet. En daar hebben we Europa voor nodig. Ik denk dat het wel belangrijk is dat Europa wel gewoon... meer samenwerkt. Daar ben ik wel voor. Dus mijn stem is daarin eigenlijk ook wel belangrijk. Maar hoe of wat, dan moet ik dus nog even verder gaan uitzoeken. Ik moet stemmen en ik ga, maar als je nou zegt van wat gaat er gebeuren, ik heb geen idee. Het is toch één keer op zootje. Het was vandaag een vrij mooie dag, maar helaas eindigen we in mineur. Deze avond trekt er een groot regengebied over het land dat nog tot zeker in de ochtend voor nattigheid zorgt. Als dat voorbij is, houden we het morgen helaas ook niet droog. Verspreid over de dag trekken de nodige buien over het land en in de middag kan daar zelfs wat hagel en onweer bij zitten. Woensdagavond klaart het op en kan ook de zon zich nog even laten zien. Het wordt maximaal 18 graden. Ook de rest van de week blijven we te maken houden met een afwisseling van zon, bewolking en buien. Bij een graad of 18 à 19. Pas in het weekend neemt de buigheid wat af en zijn er langere droge perioden. En tot zover weer het RN7 Regio Nieuws van dinsdag 28 mei. Kijk voor het laatste nieuws altijd op onze website rn7.nl of in de gratis RN7-app. Morgen zijn we er weer en dan gaan we onder andere op bezoek bij de tapastrappers. René en Mark uit Groesbeek stapten half april op de fiets richting Spanje. Inmiddels zijn ze terug en vertellen ze over hun bijzondere ervaring. Graag tot morgen.